Ja mensen, mochten jullie nou eens een keertje worst willen gaan kopen bij de Jumbo, dan zou ik deze vooral niet aanraden. Deze is vies. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 6 juli 2021. En het is 9:30 in de ochtend. En we wensen jullie gewoon heel veel kijkers. Het is een gloednieuwe vlog. Ach, mijn mooie bank. Onze bank. Uit. Nee, blijf, kom hier dan. Nee, ben je hem aan het doen dan? Oh, wat ben je ook een... Kom hier, Bertie, kom eens hier. Ga ze serieus daar naartoe? Kom dan, kom hier. Kom hier. Ja, kom dan. Oh. Ja, kom dan. Bertie, kom eens hier. Kom eens hier. Lovely, kom eens hier. Kom hier. Kom hier. Hé. Hey. De dieren sporen niet helemaal, nee. Ja, toen zaten we weer in de auto. Gezellig. Met z'n tweeën. Jij en ik. En ik en jij. Ja, zondag. Rodi moet even opletten zoals gewoon, altijd. En ik let weer mee op. Helemaal geweldig, helemaal leuk. Ding, 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 ding. En toen was het weer rood. Ja. Het is hier 1,78,9. Dat is handig. Ja. We gaan heel even naar de Jumbo. We gaan vanavond een Turkse pizza eten. Dit zou zo lekker. Dit zou zo lekker. Ja. Oeh. Spannend hoor. Een Turkse pizza. Heel spannend. Mm-hmm. Ja. Ik heb er ook gewoon zin in even een Turkse pizza. Lekker. Waarom ook niet? We gaan eerst nu even naar de Jumbo kijken. Als daar niks gebleven is, gaan we weer naar huis. Gaan we naar Pico. En dan gaan we eventjes Turkse pizza bestellen halen. Kopen. En dan gaan we eten. En vanavond gaan we weer, ik ook. Alleen dan ben ik weer back-up. Dus dan zal de honden weer aan Ro overgelaten moeten worden met uitlaten. Maar dat weet hij. En dat begrijpt hij ook. Nee, ik heb er helemaal niks van. Nee, mooi hè. Maar ik ga ook echt niet daar naartoe lopen. Dat weet ik nog niet. Ik ben nu al kapot.
Laat staan. Ik ben nog steeds snel moe. Ik ben gewoon heel... Ik heb eigenlijk alleen vanochtend een uurtje Debbie gehad. Nou, ik ben gewoon kapot. Ik ben moe. Ik lig eigenlijk alleen maar de hele dag op de bank. Nou ja, dan vanavond even lopen. En dan zou je wel denken van ja, Karin, dat is toch niks? Nee. Normaliter is het helemaal... vind ik het helemaal niet erg om te lopen, maar... Nu heb ik echt zoiets van, oké, weet je, ik ga wel even, maar als ik echt gewoon te moe ben, dan kap ik ook gewoon af. Klaar, dat ik heel makkelijk in. Maar nu gaan we even kijken naar welke Jumbo ook gaat rijden. Ga je naar de grote? Ja, zo. Nou, die en die is wel fijner. En dan deze Jumbo hier. Ik vind dit zo'n klote Jumbo. Vind je zo'n klote ding? Ja, je hebt geen voorrang. Oh. Dubbel geen voorrang hè, met je Chevrolet. Nou, wij gaan even naar de Jumboot. Yes. Ja, kijk, Ro, die loopt lekker achter me. We zijn net even bij Hans Anders geweest, voor Ro. Ja, voor Ro nog. Heel anders inderdaad. Ja, leuk toch? Ja. Ja, dat bedoel ik. Maar we gaan nu even naar de Jumbo. Even leuk, gezellig toch? Hoop het. Gezellig. Ja, nou, dat weet ik ook niet. Jij neemt karretje en ik mandje? Nee, precies. Ja, als jij dat karretje wil hebben, dan moet je dat lekker doen. Prima, toch? Ja, mensen. Mochten jullie nou eens een keertje worst willen gaan kopen bij de Jumbo, dan zou ik deze vooral niet aanraden. Deze is vies. Deze is niet lekker. Welke ik dan wel zou aanraden, dat is dan deze. Of lekkere deze. Ja. Yeah. Of wat ik ook dan wel aan wil raden, dat is van kip. Het is wat duurder, maar is wel lekker. Ja. Dit is ook lekker kip. Ja, die is ook erg lekker. Maar ik word er niet voor gesponsord. Sowieso niet. Helaas, pindakaas. Maar dat is ook wel af en toe lekker deze. Maar die is helemaal lekker. Maar die van de Hoogvliet, die is helemaal lekker. Oh, die hele grote. Ja, die hebben ze alleen met feestdagen of zo. Ja. De XXL. Maar die is lekker van de Hoogvliet. Die hebben we meegenomen of zo? Ja. Die was erg lekker. Binnen een paar dagen opgelopen. Ja, die was... Enorme worsten. Die was erg... Hoe groot ongeveer? Nou, dit, maar dan... Langer. Ja. En nog dikker. Ja. Die was erg lekker. En van de Hoogvliet. Lekker. Lekker, ja. Ja, we gaan dus nu even lekker Turkse pizza halen. Ja. Is lekker, Turkse pizza halen. Ja. Hé, wij wel. Ja, lieve mensen. Ja, het is een tijd van een vlog openen. En het is een tijd van een vlog weer afsluiten. Nou, die tijd is gekomen. Ik ga vragen of jullie deze vlog leuk vonden. Zo ja, vergeet dan niet te abonneren en een duimpje. Vergeet die zeker niet. En als je er tijd voor hebt, laat even dan een leuke reactie achter. Want als ik tijd heb, dan krijg je zeker een leuke reactie terug. Dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En dan zie ik jullie graag morgen terug bij een gloednieuwe vlog.